Goed. Meneer Struis, u weet waarvoor u hier bent. De boom van Wel. Ja. We gaan even een verklaring opnemen. Graag. Gaan we mee? Ik ga mee. Vrijwillig? Nou, een beetje vrijwillig. Een beetje wel. Meneer Struis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik moet u mededelen. U bent niet tot antwoorden verplicht. Alles wat u zegt kan niet tegen u worden gebruikt, wordt tegen u gebruikt. Ik weet het, ik kan moeilijk mijn mond houden, dus daar weten we alles van. Kijk eens Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Fijn dat u bent overgeschakeld naar Hoogvliet, want daar zijn wij. Wij zijn op politiebureau Hoogvliet aan de Middenbaan Noord. En ja, u heeft het al even meegemaakt. Een arrestant hebben we hier zo. Jan Struis. Wat Willem van Oranje, de vader des vaderlands, was voor de samenleving, is Jan de vader van de politie. Voor de politieagenten, de jongens en de meisjes op straat. Nog wel, heel kort nog, want zeer binnenkort neemt Jan Struis afscheid. Een beetje het meest bekende gezicht na Thomas van Groningen. Hij heeft ook een politieervaring, althans met zijn vader natuurlijk. Een van de meest bekende politiemensen. Jan, hallo. Goedemiddag. Ja, het was weer even een ervaring, hè? Meestal heb jij ze tegen de muur aangezet en gefouilleerd. En nu, een beetje aan het eind van je carrière, van je loopbaan bij de politie, word je nu zelf eventjes geconfronteerd. Hoe was dat? Ja, dat is eventjes wennen. Maar het is lang geleden, maar ik heb ooit nog in mijn jeugd... Wegens vandalisme heb ik ook even in een hokje mogen zitten. Dan hadden we vuurwerk afgestoken. Dus het is wel een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Ja, want je bent anderhalf jaar straatagent ben je geweest. Daarna ging je naar de recherche. Hebben we het zo meteen eventjes over. Waarschijnlijk heb je in je leven meer achterin de C10 gezeten. De C10, u kent dat misschien nog wel. De oudere kijkers, die grote Chevrolet. Zo'n achtcilinder, bob, 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 bob. Zo reed hij door de straten. Jan, daar heb je waarschijnlijk wat meer achterin gezeten als voorin als chauffeur. Ja, nou, ik ben wel echt een jongen die in een volkswijk in Vlaardingen is opgegroeid. Met veel voetballen. Ik heb een hele leuke jeugd gehad in Vlaardingen. Af en toe werd er wel eens een knokpartijtje gedaan. Veel ook in Rotterdam. Dus ja, ik ben wel, ik zeg ook altijd, ik heb de universiteit van het leven wel gehad voordat ik naar de politie kwam. En dat heeft me ook enorm geholpen in mijn carrière, moet ik zeggen. Ja, kerstbomenjacht, Vlaardingen tegen Schiedam, Zwart Nazareth. Ja, allemaal meegemaakt bij de dijk, vechten tegen Schiedam. En dan ook mee als jonge jongen van 12, 13 jaar. En dat waren de spannende uitjes. Die ik altijd wel met een sisser af, moet ik zeggen. Want het is wel groter gemaakt, denk ik, als dat het ooit was. Maar het waren ook wel het waren stevige tijden. En er werd fysiek veel uitgevochten. En als je nu een sprong neemt naar politiemensen nu. En ik zie jonge politiemensen veel die net beginnen. Ja, die zijn opgegroeid achter de computer. Ik zeg het een beetje zwart-wit. En als ze dan de eerste vechtpartij als jonge politieman of vrouw meemaken. Ja, dan moet je echt wel even aan die weerbaarheid werken. Nou, dat was wel het voordeel van vroeger. Je kwam al redelijk streetwise de straat op. Ja, en je hebt gediend aan bureau Marconiplein. En dan keek je zo naar buiten en zag je het Witte Dorp. Dat was ook wel bekend terrein voor jou, van twee kanten neem ik aan. Ja, ik kende veel mensen daar. Hè. Ik heb een keer meer dan 16 arrestaties daar verricht voor een reeks overvallen en inbraken. En dat ook de Witte Dorpers zeiden van, ja, nu wordt het wel een beetje te gek. Maar ja, het voordeel was wel, ik zal niet zeggen alleen, maar als ik daar het Witte Dorp binnenkwam, dan wisten ze al wat er gebeurde en ik heb nooit verzet gekregen. Wel heel veel bakjes koffie. Nou, neem die lamzak dan maar mee, hè, dat niveau. Ja, en dat werkte toch plezierig, moet ik zeggen. Ja, we vallen nu eigenlijk gelijk in je leven dat je... hoe oud was je trouwens toen je naar de politie ging? Ik was 19 toen ik begon op de opleiding op de Bokelweg. En net 20 toen ik op Marconiplein op de C10 rondjes mocht rijden. Voor die paar kijkers die niet weten wie Jan Struis is, die ineens midden in het verhaal vallen. Wie is Jan Struis? Geboren, vader, moeder, enzovoort, enzovoort. En waar sta je nu in het leven? Ja, Jan Struis, momenteel voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dat ben ik bijna 8 jaar geweest. Dat is een hele leuke en drukke baan. Ik ben een Vlaardinger, een oerspartaan met mijn opa naar het Sparta-stadion. Dus veel liefde voor Rotterdam. Als ik emotioneel word, dan komt de thee erachteraan.
Ik heb drie geweldige kinderen. Een fantastische moeder die nog steeds bij me wil blijven wonen na al die jaren. En gepokt en gemazeld in het Rotterdamse. En van de straat politiecommissaris mogen worden. Directeur bij de politieacademie. En mijn laatste 8 jaar als voorzitter van de politiebond geprobeerd de politiemensen een stem te geven. Jan, wij zijn eigenlijk ex-collega's. Hè? Ik ben met pensioen, jij gaat met pensioen. Er zal ongetwijfeld een leven ook na je voorzitterschap voor de Nederlandse politiebond zal er zijn. Komen we zo meteen op terug. Jij spreekt de taal van de jongens en de meisjes in het blauw. Tegenwoordig zwart met geel. We hebben je meerdere malen, vele malen, ontelbare malen hebben we je op televisie gezien. En jij praat dan zo makkelijk, maar ook met zoveel passie en emotie. Alsof het zo is dat je eigenlijk net vanuit de auto komt. Hup, in de studio. En eigenlijk als politieman vertelt wat er allemaal gebeurt op straat. Dat ben je nooit kwijtgeraakt. Nee, gelukkig niet. En ik ben altijd mezelf gebleven met alles erop en eraan. Als ik boos word, dan gaan mijn Rotterdamse accenten toenemen. Ik vind dat plezierig. Ik sta dagelijks in contact met politiemensen op straat. Politiemensen zijn voor mij echt de thermometer van de maatschappij. Voelen echt dingen aan. Jaren geleden begonnen ze al, Jan, heb je wel enig idee hoeveel armoede er is? En dan ga je erin verdiepen en navragen bij die politiemensen. En ook dat heb ik gewoon politiek in de media geadresseerd. Want vanuit armoede komt onveiligheid en noem maar op. Dus het is voor mij heel belangrijk om met de uitvoerende politiemensen contact te houden. Ik vind het trouwens allemaal helden en heldinnen, want ik mag ze ook gewoon graag. Want ze zijn net als Jan Struijs mensen die hun best doen met alle fouten die ze ook wel eens maken. Dus ik vind het wel fijn om mezelf te kunnen zijn. Mediatraining is aan mij niet besteed, dan zeg ik nodig me maar niet uit, want je krijgt Jan Struijs met alles erop en eraan. Ja, maar boven de laag van jongens en meisjes, om ze zo maar eventjes te noemen. Je hebt het middenkader, je hebt het hoge kader. Die worden dan door een andere bond grotendeels vertegenwoordigd. Alhoewel, er zijn ook commissarissen die lid zijn van de ACP of van de NPB. Je bent geen chameleon. Jij neemt dan niet de taal aan van, zal maar zeggen, de korpschef. Je blijft gewoon jezelf. Wordt dat geaccepteerd? Ja, dat wordt heel erg geaccepteerd. Overigens, er zijn meer leidinggevende bij de Nederlandse politiebond lid dan mensen weten. De meeste leidinggevende zelfs. Dus dat is ook wel interessant. En ja, dat is enorm gegroeid. De bond is enorm gegroeid, hè, als vakbond de laatste jaren. En dat is niet aan mij te danken, hoor, maar wel aan dat we zichtbaar zijn, denk ik ook. En voor de mensen opkomen. Maar de taal wordt enorm geaccepteerd. Hè. Als ik nu kijk hoe vaak ik in mijn periode de laatste 7,5 jaar in de Kamer ben uitgenodigd, Tweede Kamer. Om iets te duiden, recent nog anderhalf uur aan het woord geweest over geweld tegen politiemensen. En wat kan je daar vanuit de regering van doen? Goed contact met alle ministers gehad, ook informeel heel veel contact. Dus, en waarom mensen dat denk ik apprecieerden, was dat ik ook gewoon niet alleen de taal sprak, maar ook voorbeelden gaf die iedereen herkende. Little stories, big issues is voor mij heel belangrijk. Dat je ook natuurlijk ook kan abstraheren en zeggen, en wat heb je dan voor wet nodig of wat moet er in die wet komen? Maar dat je die voorbeelden geeft dat iedereen denkt, oh, daar hebben we het over. En dat is zo belangrijk, zeker voor volksvertegenwoordigers, burgemeesters, noem maar op. En ik moet zeggen, ik was overal welkom. Ik hoefde echt geen moeite te doen om de deur open te krijgen. Ik werd altijd uitgenodigd door Jan en alle mannen. En dat vond ik wel heel plezierig. En er werd ook soms geluisterd, soms iets te weinig. En dan werd ik boos, maar dat geeft niet. Dat hoort erbij. Ik ga jou niet vragen naar je minste ervaring, maar gewoon naar de leukste ervaring. Een bepaalde korpschef in al die tijd springt hij er bovenuit. Dat je zegt van nou, daar kon ik goed door de deur mee. Rob Hessing, Meiboom, wie dan ook. Nou, ik heb een hele goede en plezierige persoonlijke ervaring met Gerard Bouwman. Hij is helaas overleden. Ja. Ook in Rotterdam. En wij konden ongelooflijk discussiëren dat ze secretaresse kwam. Hebben jullie geen ruzie? Maar we konden ook zeer uitbundig lachen met elkaar. Daar had ik zeg maar meer op emotioneel niveau echt wel een klik mee. We waren een beetje rausdouwers ook. Hè, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen. Maar ook met die andere korpschef. Hè, nu met Henk van Essen. Die gaat ook binnenkort stoppen. Hij komt ook gewoon bij mijn afscheid. We hebben daar prima contact mee hoor. En het gaat er af en toe stevig aan toe. En dat hoort er ook een beetje bij als je voor je mensen opkomt.
Ja, je hebt ook heel veel burgemeesters, heeft hij nou niet versleten, maar meegemaakt in ieder geval. Je hebt met Abu Talib heb je te maken, op dit moment zelfs nog, in Rotterdam in ieder geval. Je hebt met Ivo Opstelten heb je een goede band gehad. Maar één springt er bovenuit en die zit tussen die twee. En dat was toch wel Bram Peper, is het niet? Ja, Bram Peper is voor mij een hele bijzondere man. Ik heb Bram als jonge regisseur, moest ik bij de burgemeester komen omdat ik een standje kreeg. Omdat ik Jules Deelder had losgelaten met 3 gram amfetamine. En dan moest je hem eigenlijk langer vasthouden omdat het een dealer, hè, alles boven de 3 gram was een dealer. Maar iedereen wist dat Jules voor eigen gebruik, die had ik vrijgelaten wel met een procesverbaal. En toen kwam Jules, die vertelde aan de krant, nou Struijs is de enige die het begrijpt in Rotterdam. Dus moest de gemeenteraad kreeg vragen waarom we deze man hadden vrijgelaten. En toen moest ik bij Bram komen. En toen ging hij me streng toespreken. Toen zeg ik, ja maar beste burgemeester, wie zijn stad niet kent, mag hem ook niet dienen. Ja. Nou, vanaf dat moment zat hij eerst met vuur te kijken en is er een vriendschap ontstaan die is tot aan zijn dood is die gebleven. Ik vond Bram een hele intellectuele man, maar hij was ook gewoon heel pragmatisch. En als ik dan de laatste jaren, en dan kwam ik natuurlijk regelmatig op tv, en dan belde hij of ik even langs wilde komen. En dan kreeg ik een heel inhoudelijk proces waar ik op moest letten, waar dit belangrijk, en allemaal op de politie gericht en op de politiemensen. Ja. Nou, ik draag hele warme gevoelens voor Bram. Ik heb heel bewust gekozen om te stoppen 1 december, want ik doe het nu 8 jaar. Het is inderdaad een baan met 80 uur per week. Maar ik wil nu gewoon ook, omdat we, nou ja, ik op mijn hoogtepunt stoppen, dat is ook een kunst. De bond is nog nooit zo groot geweest, we doen er echt toe. Het zal altijd roerig blijven in deze maatschappij, maar je moet ook een beetje aanvoelen wanneer je tijd komt. Dan is je geluk op. Heel veel politiemensen snapten dat gelijk. Die weten van, oh, nu moet ik even in een andere wijk gaan werken. Of nu ga ik even naar de recherche. Of nu ga ik even weg bij dat arrestatieteam. En ik heb nu, na die kleine 8 jaar, nee, het is mooi, het is hoogtepunt. Ja, en ga ik de drukte om me heen missen? Ongetwijfeld. Maar ik denk dat ik ermee om kan gaan. En zo niet, dan krijg je weer van me te horen. Hoe oud ben je, Jan? Ik ben 62. Ik ga mijn verlof opmaken met 63 als ik met vervroegd pensioen ga. Nou, wat je nu wel krijgt, is dat je krijgt heel veel aanbiedingen voor raden van toezicht en bestuur en dat soort dingen. Maar ik heb heel bewust ervoor gekozen om de eerste 2-3 maanden, ik ga een boek schrijven wat niks met de politie te maken heeft, om even die rust te pakken, om even afstand te nemen, om wat is het na 44 jaar om uit te staan. Dat je niet als eerste 's morgens op je telefoon kijkt, van wat ga ik nou wel en niet media doen. Je secretaresse bellen, nou dat en dat doen we vandaag wel en dat niet. Dus het zal nog een opgave worden, maar ik kijk er ook wel naar uit. Die is ook wel even lekker. Maar, verkiezingen zijn geweest. Geert Wilders die belt jou morgen en die zegt van, joh, ik zoek een minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken. Dan heb je echt invloed in datgene wat hier gebeurt in Nederland. Veiligheid, opkomen voor de mensen in deze samenleving, maar ook de jongens en de meisjes waar je zo prat op bent. Moet je daarover nadenken of zeg je, nou nee, dat gaat niet gebeuren? Nee, dat gaat niet gebeuren. En anders had ik het al eerder kenbaar gemaakt. Ik ben wel serieus door politieke partijen benaderd, niet door Wilders. Maar ik ambieer dat zeker niet. Ik ambieer dat zeker niet. Twee, hè, wat ik van de week ook tegen collega's van jou heb gezegd. Het is alle hens aan dek om nu de boel bij elkaar te houden. Er is veel onvrede in de maatschappij. De tegenstellingen worden steeds groter. Ook hier in ons mooie Rotterdam en Hoogvliet, waar we zijn. En de bruggenbouwers zijn voor mij de helden. Dus het wordt nu voor de politie in de wijken belangrijk om een, een vredesmissie te doen. En dat je er bent voor een ieder. Dat vond ik fijn als voorzitter, dat ik onafhankelijk uitstraling heb. En ik heb ook nooit mijn politieke voorkeur kenbaar gemaakt. Maar iedereen weet dat ik een vrij progressieve jongen ben en een jongen van het volk. Jan, het is de laatste week van november. Black Friday. Is dat eigenlijk ook niet een beetje Black Friday met de veiligheid? De veiligheid in de uitverkoop. Jij hebt een uitspraak gedaan over dat Nederland narco-staat 2.0 is. Niet wordt of dreigt te worden, maar is. Dat zijn toch nogal uitspraken. En daar zitten nogal wat consequenties aan voor deze samenleving. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik vind de georganiseerde misdaad is echt volledig uit de hand gelopen. We hebben te veel kleine boeven gevangen en de grote boeven de laatste 30 jaar laten lopen. Dat geven rechercheurs massaal aan. Maar wat hebben die boeven gedaan? Die hebben hun geld gestopt in de legale economie. Oftewel,
Hier een paar straten verder is een mooi winkeltje. 3 klanten per dag met een omzet van 30 miljoen per jaar. Dus het wordt wit gewassen. Het verdwijnt overal, ook in legale zaken. Je hoort hier ook bij voetbalclubs. Ja, ze gaan in 1-3 weken naar Spanje met het jeugdelftal. En mijn zoon voetbalt daar en ik ben politieman. En ik weet dat het drugsgeld is. Hoe gaan we hiermee om? Het zijn dagdagelijkse dingen die we gewoon voelen, zien en horen. Dus ik vind die georganiseerde misdaad en het laten lopen van de grote boeven, vind ik kwalijk. En die grote boeven die kopen kleine boeven. Die zijn een soort verkeerd rolmodel. Dat zijn die jongens die nu alle explosies doen hier in Charloes en noem allemaal maar op. En je zou er maar wonen. Pas nog met mensen gesproken die er wonen. Die wonen echt doodongelukkig en angstig daar met hun kinderen. Dat moeten we niet toestaan in deze stad. En ook niet in dit land. Dus Nederland Narco staat 2.0, ja. Georganiseerde misdaad uit de hand gelopen, ja. En er veel meer aan doen wordt echt super belangrijk. Ik neem afscheid, terwijl rechters, ministers, burgemeesters, politiemensen dagelijks worden bedreigd en moeten worden beschermd. Ik vind het te gek voor woorden als we hier geen groot punt van maken met z'n allen. Jan, wij delen dezelfde passie, niet alleen voor de politie en de veiligheid, maar vooral ook als schrijver. Schrijven van verhalen die ertoe doen. Het gaat niet om de oplagen of ze in 100.000 worden verkocht, maar verhalen die moeten beklijven, moeten blijven. Jij bent ook bovenmatig geïnteresseerd in de oorlog, in de oorlogsperiode. We hebben al eens een keer contact gehad in Vlaardingen, de Geuzen. Heb ik aan jouw boek mee mogen werken. Je bent nu zelf in je hoofd al aan het schrijven, nog voordat je ook maar het toetsenbord hebt beroerd. Je bent naar Indonesië gegaan en dat heeft een reden. Dat heeft te maken met jouw opa als zeeman. En hoe gaat dat boek er ongeveer uitzien zonder gelijk de plot te verklappen? Dat weet je waarschijnlijk nog ineens, want je moet daar ook flink op gaan studeren. Feiten boven water halen. Eigenlijk ben je dan weer de regisseur om te kijken van klopt dit, klopt dat, voordat het ook maar 1 letter of hoofdstuk op papier komt. Zou je de kijkers en mij mee willen nemen in jouw reis naar Indonesië? Ja, ik ben vernoemd naar mijn opa. Jan Albert was een zeeman. Hij voer bij de Rotterdamse Lloyd over de hele wereld en is voor de oorlog weggegaan met zijn bootje. En zijn toen werd Rotterdam gebombardeerd terwijl hij op zee zat in Indonesië. En is 7 jaar vermist geweest uiteindelijk. Daar is van alles en nog wat gebeurd. Hij is na 7 jaar vermissing teruggekomen in 1947 in Rotterdam. En had een baan in Indonesië bij de tinwinning op het eiland Biliton. Daar heeft hij een relatie gekregen in de jaren, begin jaren 50 met een Indonesische vrouw. Daar is een kind uit voortgekomen, mijn oom. Nou, en die heb ik voor het eerst gezien nu vorig jaar en gesproken. Hij lijkt trouwens ook nog op me. Maar nou ja, dat is een van de goede dingen van mijn opa. Maar het verhaal van mijn opa waar ik naar vernoemd ben, heb zoveel analogie met mijn leven. En het was voor mij een held. Hij is op mijn 19e gestorven, net toen ik naar de politie ging. En dat vond hij echt geweldig. Maar wat wel heel frappant is en dingen die ik gewoon niet wist, is dat hij voor de oorlog vakbondsman was. Tijdens de oorlog heeft hij echt zich verzet in Indonesië. En daardoor is hij in de Jappakampen en geïnterneerd geweest. En na de oorlog zijn grote liefde voor Indonesië tot 1958. De tinwinning werd genationaliseerd, kwam terug. Ik werd geboren en ik heb tot mijn 18e alle passamalams gezien. En alle Indische gerechten mogen eten en de liefde voor Indonesië. En sinds kort er een oom bij die daar op een eiland hoofd van een school is en heel wel bespraakt. Dus wij zijn nu in de archieven gedoken. Wat is daar nu echt gebeurd? En nou ja, er zit wat staatsgeheim op die stukken. Maar ik heb toestemming gekregen om de stukken in te mogen zien. En nou, het boek komt eraan. Een Rotterdams verhaal van een zeeman die in de oorlog van alles meemaakt. Little stories, big issues. Maar wel belangrijk voor mij. Kijk eens, Botlek TV, Link Media. U heeft geluisterd naar Jan Struijs. En vragen van Joop van der Hoor. Achter de camera, Roel van Deursen. Jan, we gaan afsluiten. Maar niet voordat ik jou de gelegenheid geef. En nou, de kijkers weten, dat is echt een unicum. Om het laatste woord te hebben. En daarna hebben we de aftiteling. Heb jij nog iets te vertellen in het kort aan jouw jongens en meisjes? Die dagelijks de rotzooi opruimen. De mensen helpen. Jouw jongens en meisjes van de politie. Ja, ik wens alle politiemensen echt toe dat ze overeind blijven.
Zorg voor je eigen welzijn. Praat over dingen waar wij vroeger niet over spraken, als het even tegen zit. En jullie zijn helden. Jullie verdienen meer erkenning en waardering. Want jullie houden de maatschappij bij elkaar. En dat moet veel meer gezegd worden en uitgesproken worden. Dank jullie wel.